grappig. Lekker blond. René Riva is een Amsterdamse zanger à la Johnny Jordaan en Willy Alberti. Hij kan Willy Alberti zelf zo perfect imiteren dat de Soundmix Show hem smeekte om mee te doen. Maar René blijft liever René. Ik wilde dus niet als een kopie van hem op het toneel staan met een pruikje of weet ik veel wat men daarvoor had verzonnen. René Riva is een Amsterdamse tenor in de lijn van Johnny Jordaan, Willy Alberti en Hazes. Maar René is bescheiden en wil zich nog niet meten aan zijn grote voorbeelden. Jij bent mijn zonnestraal, waar ik mijn kracht uit haal. Wanneer René Riva als puber de Italiaanse deuntjes van Willy Alberti hoort, is de volkszanger meteen verkocht. De liefde voor de muziek is bij mij gekomen doordat ik toen ik 14 jaar was een concert hoorde van de drie tenoren. Ik was altijd al erg gevoelig voor Italiaanse muziek. Ik heb familie in Italië. Een aantal jaren daarna hoorde ik een opname van Willy Alberti in het Italiaans. En omdat zijn muziek hoorde ik en ik dacht, ja, dat past zo mooi bij mijn stem. En op den duur voel je, als je een optreden hebt gedaan, iets ja, wat je niet kunt beschrijven. Toch wil René niet zomaar een kopie zijn van zijn idool. Ik heb het mezelf aangeleerd door heel veel te luisteren naar opnames van andere zangers. Waaronder ook natuurlijk Willy Alberti. Ik heb nooit talentenjachten gedaan, ook nooit de Soundmix Show. Ik wilde iets op eigen kracht kunnen brengen, omdat het ook mijn eigen stem is. Tijdens het gala van het Nederlandse lied ter ere van Willy Alberti zorgt René voor kippenvel. Het is net of papa Willy weer op het podium staat. Net of mijn vader in hem is gegaan. En ja, het is ja, een wonder is het. Bedankt, Wil. Het was hier zeker een hoogtepunt. Al was het alleen maar om Willeke zo enthousiast te zien. En te denken, en eerst te denken van, hé. Hey. Toen dacht ze, het is toch René. Emiel Hartkamp, de grote man achter de liedjes van Frans Bauer, ziet het helemaal in René en schrijft een aantal nummers voor zijn nieuwe album. Dan kan een duet met Willeke natuurlijk niet ontbreken. Ja, dat is iets, daar had je jaren geleden denk ik niet van kunnen dromen. Maar Willeke is in die zin speciaal, omdat we een gevoel delen voor een stuk muziek dat hetzelfde is. Het is mijn gevoel. Het helemaal weg te schrijven. Ja, was er, hè? Nou ja, ik ben bij dat gala van het Nederlandse lied geweest. En dat was inderdaad ongelooflijk. We zaten dus in de zaal. Alleen nummers van Willeke Alberti werden gezongen. En dan krijg je Niemand laat zijn eigen kind alleen. Een duet van Willeke met haar vader. En ineens horen we uit de coulissen een stem. Dus je denkt, nou, dat is een band die gewoon... Maar we zagen uit de coulissen iets bewegen. Dus ze dachten, nou, iemand zingt dat leven. Nou kunnen ze veel bij de KRO, maar Willeke Alberti terughalen. Dat zit er toch net niet in. En daar kwam René Riva aangelopen. En het is zo leuk. Je hebt natuurlijk een traditie in Amsterdam met een Willy Alberti en met een André Hazes. Weet je, die heldere tenoren, dat echte Amsterdamse tenorenwerk. En dat is hij nu de even niet meer. Is hij dat de nieuwe? Ja, kijk, hij hoopt het wel natuurlijk. Hij is ook helemaal klaar voor de platenmaatschappij. Hij is klaar voor, je weet het nooit. Het hangt ervan af wat je zelf meeneemt. Maar waar hij al mee boft, om maar even te zeggen, is dat zijn moeder helemaal achter hem staat. Wat we net ook zagen, hij trad afgelopen weekend op. Zijn moeder zat al te huid. Denk ik, oh, dat is lekker. Zo'n familievrouw, die hebben we binnen. Nou, verder is hij koninklijk goedgekeurd. Nog net niet door de koningin, maar wel de Willeke Alberti. Nou, het verschil is niet veel onderhand. En die heeft ook nog een statuet met hem opgenomen. En hij heeft natuurlijk toch de Italiaanse tante. Ja, hij is hij heeft de Italiaanse linker. Met de Italiaanse tante en twee Italiaanse nichtjes. Dus nou, daar moet het toch goed komen, denk je ook niet? Ja, natuurlijk. Donderdagmiddag wordt die cd gepresenteerd. En volgens mij komt die Riva er wel.